Leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kratje naar Sixpack. En in deze aflevering gaan Stefan en ik vechten tegen een professioneel MMA-fighter. Maar eerst ga ik richting Haarlem, want Hidde gaat mij nog even goed aanpakken, zei hij. Hey, het is vandaag weer ik maak je Vincent helemaal dooddag. Jazeker. Maar jongens, het geluid kan iets anders zijn, want ik heb even mijn microfoon niet op. Maar wat gaan we doen vandaag? Je hebt... Dus een displacietraining. Een displacietraining. En dat houdt in? Net zo lang door laat gaan, totdat jouw hele hoofd eigenlijk zegt van ik wil niet meer, kan niet meer, ik wil huilen. En dan gaan we alsnog door. Dan kom je over zo'n fase heen dat je nog meer wil huilen. Dan gaan we er weer doorheen. Van de fase dat je nog meer wil huilen. En dan mag het. En wat dan als ik nu al wil huilen? Oh jongens, nou dit wordt echt pittig. Dus let's go. Het is vandaag trouwens donderdag. Maandag heb ik eventjes niet gefilmd. Maar in deze aflevering ga ik ook kickboksen samen met Melvin Manhoef. Dus dan ga ik waarschijnlijk ook kapot. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien. Eerst kijken of ik deze training ga overleven. Moet ik deze... Wacht. Wacht even. Moet ik deze band gaan slepen? Achteruit. Oh, oh, joh, joh, joh. Oh, ik heb hier zoveel zin in, weet je dat? Ik wil niet meer. En kom maar. Juist, echt roeien met die armen, roeien met die armen. Kom. Juist, dat is hem. Die jongen met die benen. Dus nog een rondje twee. Houd het ding eens in beweging, man. Jongen, jongen, jongen. Schiet eens op, joh. Goed zo, houd het vol. Houd het vol. Zolang je maar blijft bewegen. Helemaal uitstrekken, netjes. Strek uit, strek uit, strek uit. Goed zo, zes. Daar, juist, daar. Slepen, trekken, trekken, trekken. Juist, goed zo. Kom op, jongen. Laatste loodjes. Nog tien. Kom, blijf duwen. Blijf duwen. Nou, hoe voelt het eerste rondje? Ja, wel goed. Ik zei nog in het begin, ah joh, dat ding is niet zo zwaar. Dat was fout. Kou kermis. Maar je hebt nog te veel lucht over, dus die bal, dat is de volgende obstakel. Lekker. Wordt hem. Oké, wordt vervolgd. Print, jij mag de dingen openpakken. Kom, trek praat door, sleuren. Nog een keer? Sleuren. Juist, maar gewoon maximaal, maximaal gaan. Aan de overkant, Jero neemt hem over. Juist, kijk, dit is tempo, dit is tempo. Is het kill Vincent donderdag? Meestal is het kill Vincent maandag. Maar hij sprong weer naar donderdag. Goed, hè? Oh. Dat was hem weer, jongens. De training van donderdag. Ik ben kapot, maar op een goede manier. Ik heb lekker wat meer gegeten vanochtend. Dus ik voel me een stuk beter op het moment. Maar goed jongens, dit was training 1. En de volgende training wordt met Melvin Manhoef. Melvin Manhoef is een Surinaams-Nederlandse kickbokser en MMA-fighter. Hij was van 2005 tot 2007 kampioen lichtgewicht van de MMA-organisatie Cage Race. En werd in 2009 kampioen middengewicht bij kickboksorganisatie It's Showtime. Melvin heeft in zijn kickbokscarrière 52 wedstrijden gewonnen, waarvan 38 knockouts. Ja, en dat is dus best pittig. En Stefan en ik gaan bij hem een les volgen en tegen hem sparren. Jongens, dus dit wordt wat. Let's go. Hey, en ik ben Vincent en dit is Stefan. Leuk dat je me meeneemt op jouw journey om dun te worden. Ja, hoeveel denk je allemaal? Oh, kut, ik heb dat gezegd. Ik denk kilo. Oké, en dat ga ik bliepen, want dat mogen jullie nog lekker niet weten. Oh, echt? Ja, nee, dat is nog helemaal geheim, want er komt nog een tussenmeting. Maar Melvin is nu beneden, die heeft nog even een les. Maar straks gaan wij kickboksen en even lekker helemaal kapot gaan. Maar eerst gaan we nog eventjes een beetje warm worden, een beetje de spiertjes warm maken. Dus we gaan even een beetje freestylen, een beetje trainen. Ik ben een beetje bang, ook. Waarom ben je bang? Gewoon kickboksen en doodgaan. Vorige keer heb ik alles niet sparen. Vorige keer heb ik een stoot gekregen van Melvin. Dat was niet leuk. Ik heb dus al een paar keer met Peter Aerts getraind. Ook een zieke legend natuurlijk. Maar toen was ik altijd met Bram. En dat is chill, want Bram die kan natuurlijk niet zoveel. Dus dan lijkt ik heel goed. Ja, maar nu gaat hij jou. Ik heb gehoord dat hij jou in elkaar gaat slaan vandaag. Dus dat ja, is maar perfect. Dat vind ik. Komt helemaal goed. Weer verruiken. Kijk nou, hard werken. Nee. Dit is harde werkers zijn hier voor ons geweest. Oeh. Nou jongens, we gaan onze bokshandschoentjes aan doen, want we gaan beginnen. Zijn we er klaar voor, Steve? Ja, zeker. Ja. Dus, Nee. Ik ben er pas klaar voor als je die kotsen. Dan ben ik klaar. Oké, dan is dat het doel voor vandaag, kotsen. Ja, kotsen. Ja toch? Dat is het doel. Ja. Ja, dat denk ik. Nou, daar hoopte ik al op inderdaad. Ja. Ik ben benieuwd jongens, ik heb het gevoel dat wij helemaal worden afgemaakt straks. Ja, Stefan en ik gaan tegen elkaar bij boxing invullen. Hij begint al een beetje te hijgen. Ja. Ik ben letterlijk niet moe. Come on. Laatste.
zwaar. Ja, man. Oh. Lekker. 7. 8. En kom. Ja. Dat is niks, toch? Nee. Nee, dit is nog niks, jongens. Even. De technieken. Even op de zak doen. Even nog meer kapot gaan. Ja, de zak beweegt helemaal niet mee. Dus je moet gewoon echt, en je moet echt de zak helemaal stuk trappen. Oké. Dus alles wat je doet is hard. Keihard. Jullie gaan hem op mijn tel doen. Dat doen we zeg maar ongeveer 4 series op de zak. Daarna gaan we ongeveer 1,5 minuut tot 1 minuut op de grote pets, op de armpetsen. Ja, dan gaan we echt alles eruit halen. En dan gaan we alles eruit halen. Ja, dan pas. Dit is warm up. Ja, we zijn nu bijna warm. Ja, jullie zijn nu. Ja. Ja. Ik zweet letterlijk niet. Nee, mijn hoofd is ook niet rood en zo. Nee. Oké, dus dit was alleen nog maar de warming up. Ja. Let's go! Wat was jouw bijnaampje bij Capoeira? Mijn bijnaam bij Capoeira is Morangotje, dat is Portugees voor aardbei. Omdat ik zo'n hoog rood. Vind je het ook leuk feitjes? Ik ben in Beverwijk geboren. Als je in Beverwijk bent geboren, ben je een aardbei. Echt? Ja man. Ik ben een mug. Haarlem, loser. Is een mug. Nee. Jij bent een loser. Jij bent geboren in Losertown? Ja. Vlak naast Nerdstad. Oké! Okay. Nou, 2, kom aan. Hup. 16, kom! Dit is doodgaan. Het is echt doodgaan. Oké, laatste arm van mijn pijp, boys. Ga goed, Steve. Heb je nergens last van, man? Jongens, dit is echt fucking zwaar. Ik had het een beetje ondergeschat, eerlijk gezegd. Ik ook. Als in vechten, dus dat wil zeggen dat je wat terug moet doen? Ja. Ik doe al rustig aan. Nee, ja, jij mag. Steve, wat kan jij, hè? Ja, ik zie dat hij een beetje zenuwachtig is om met me te sparren. Dus, ja, je moet tegen hem. Ik zal wel een klein beetje rustig gaan met hem. Hij doet, ik heb met of hij doet rustig gaan. Ja, doet hij rustig gaan? Ja, hij doet rustig gaan. Maar okay. Ik mag er wel hard, toch? Ja, jij mag vol uit. Anders is het niet eerlijk. Anders is het niet eerlijk. Luister, even kijken hoe het gaat. Ik bedoel, misschien later als het goed gaat met hem, dat hij dan ook vooruit mag, zeg maar. Wat heb je ontbeten? Ja, dat zien we zo. Wat hier. Ja. Ja, ik voel hem al hier zitten zo. Kom op, links, rechts, man. Hop. Hop, hoep. 4. 1, 2, 3, 4. Ja, kijk maar, hoor. 1, 2, 3, 4. Ja, waar loopt hij? Kom op, man. Kom, knies. Kom dan, kom dan, man. Tijd loopt. En gaat hij naar huis sparren. Go, 1, 3. Go, ja. Gaat hij, blijf werken. Hou je handen hoog. Kom aan. Goed zo, blijf werken. Naar voren. Nee. Niet weglopen. Niet weglopen. Niet weglopen. Ga door, ga door. Je kan niet weglopen. Ga door. Goed zo, ga door. Ga door. Blijf staan, niet naar achteren lopen, jongen, kom. Je moet vechten, niet naar achteren. Naar voren, man. Nee, vechten. Ja, ik ga naar voren, man. Vechten moet je. Vechten. Niet naar achteren, juist. Ja, goed dicht staan, ja. Hup. En blijf staan, niet naar achteren. Nee, niet naar achteren. Ja, ga door, ga door. Ga door. Ga staan, nee. Ah, maar goed dat ik een beetje rustig ga nu, man. Ja, dit is ronde nummer 1. Even rust. In 30 seconden rust, ga je ronde nummer 2. Kijk, dit was 1 ronde en hij moet er dus 3 doen. Ja, ronde nummer 2. 3, 2, 1 en tijd loopt. Nee. Go! Hey! Oh, dit 3 rondes. Maar ja, ik lach nu wel, maar ik moet straks ook nog. Ronde 3. Oh, tijd staat stil, sorry. Sorry, vergeten. Gaat door, oké, okay, hij kan nu straks ergens heen, want hij mag niet buiten deze lijnen komen van sparren. En gaat ie! Hey! Goed zo, ga door, hup. En die minuten lopen weer in. Goed zo, hup. Ga door, blijf werken. Kom op, Steve, kom op. Pompen op zijn lichaam, hard. Zo hard mogelijk, ja, gewoon pompen. Go. Hij wordt helemaal afgemaakt. Pompen. Stoten! Dave, die laatste was volgens mij vol in je buik. Oh ja, nee, ik lach nu wel, maar nu ben ik aan de beurt. Ja, Stefan was hier vergeten het geluid van de camera aan te zetten, maar dat maakt niet uit, want ik ga jullie commentaar geven. Nou kijk, eerst moest je hier stoten 1,5 minuut. En daarna, na die 1,5 minuut, ging je sparren en in de eerste ronde moest ik tegen deze aardige jongen die mij ook flink te pakken had en deed allemaal best wel pijn, zeg maar. En het was best wel zwaar. Nou goed, kijk, daar ga ik, wat plats. Boem, hey, poef, 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 paf, paf, yes, paf, toef, poef, toes, poef, paf, pief, poef, paf. Oh, ik ben kapot. Ja, oh, hey, ik kan echt niet meer. Ik ben, ja, nee.
ben helemaal kapot. En ik heb gehoord dat Steven mij heeft genaaid en ik nu tegen Melvin moet. Let's go! En hier werd ik even een paar keer in mijn buik geslagen. En elke keer zei hij, sla me dan. En ja, ik sloeg hem in zijn buik, maar hij voelt zeg maar niks, blijkbaar. Maar ja, je ziet hier, ik ben kapot. Maar echt, die stoten die hij gaf, jongens, waren echt hard. Hier, kijk, paf. Nou, hier, paf. Zo, halve. En toen, boef. Hier, bam. Nog een beuk. Ja, joh, ga lekker door. Steven lachen, hahaha. Vindt ze het gewoon naar kloten. En daar lag ik. Had ze vlas. Ja, jongens, het was echt pittig en ik was echt helemaal kapot. Steven, we hebben het overleefd. Ja. Dankjewel, maat. Leuk dat je erbij was. Ja, ik vond het wel leuk, man. Ik hoop dat je niet te kapot bent. Zo, nou ja, het is vooral heel intens, zeg maar. Nu ben ik wel weer oké, maar op het moment zelf denk je echt dat je doodgaat. Ja, ja, dat is echt leuk. En dan moet je ook nog gezegd dat het gewoon... Maar dat sparren, jongens, is niet normaal. Ja. Zo, ik kreeg een paar stoten van Melvin op het einde. Dat was pijnlijk, ja, man. Ja, ging wel hard ook. Maar het zuur is ook, je slaat terug, maar hij voelt letterlijk niet. Ja, hij denkt gewoon, ah, lekker, ja. De eerste keer ook, is hij aan het slaan en je bent helemaal knock-out. Hij is gewoon aan het lachen zo. Ja, echt, hè. Ja, omdat hij zo makkelijk doet, dan voel je echt zo'n loser dat je er maar mee aan het slaan is. Ja. Holy shit, jongens. Ik heb dit zwaar onderschat. Dit was echt fucking zwaar. Maar dit is wel goed voor de calorietjes verbranden, jongens. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Holy shit, jongens. Dat was hem. En het was echt bizar zwaar. Ik had niet verwacht dat het zo zwaar was. Ik heb het echt zwaar onderschat. En Stefan ook. Maar goed, ik vond het hartstikke leuk. En ik heb het naar mijn zin gehad. En ik hoop jullie ook. Dus voel je het nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.